Gelijkheid is een mooi ideaal. Maar inwoners van Gelderland hebben altijd verschillende posities gehad in de samenleving. Al in de prehistorie had de ene boer meer bezittingen dan de andere. Grafvondsten in Gelderse musea die aandacht besteden aan de prehistorie tonen dat aan. In de middeleeuwen waren de standsverschillen nog groter. De blijde inkomsten tijdens het Gebroeders van Limburg Festival in Nijmegen laat dat mooi zien. De burgers uit de steden hadden andere rechten dan de adel op het platteland of de geestelijken in de kloosters. In de middeleeuwen ontstonden de eerste sociale voorzieningen, zoals ziekenhuizen. In Culemborg is in de 16e eeuw het Sint-Elisabeths Weeshuis gebouwd. Het Van Lindenhout Museum bij Nijmegen vertelt over een andere vernieuwende instelling voor de opvang van weeskinderen in de 19e en de 20e eeuw. Ook Gelderland had te maken met de slavenhandel. Kasteel Siependaal in Arnhem is gebouwd met inkomsten uit plantages in Suriname. Gelderse musea vertellen nog veel meer verhalen over het thema sociale ongelijkheid. Ga zelf op ontdekkingstocht met het verhaal van Gelderland.